Vandaag ben ik weer met Kim en dit keer hebben we weer een Q&A voor jullie. Jullie hebben een tijdje terug wat vragen gesteld en het leek ons leuk om daar weer een paar van uit te zoeken en die te beantwoorden voor jullie vandaag. Yeah. Dus laten we snel beginnen. De eerste vraag is: nooit meer filmpjes maken of nooit meer filmpjes mogen kijken? Nou, dan nooit meer filmpjes kijken, want ik hou van filmpjes maken. Ja, het is natuurlijk echt ons hobby, het is ook onze bijbaan. En ik zou, soms zit ik echt als te denken van, oké, stel als ik geen YouTube had. Of stel ik zou nu stoppen, weet je wel. Dan denk ik echt van, wat zou ik doen met mijn leven? Wat moet ik dan? Ik zou het echt niet weten. Het is echt gewoon een dagelijks ding in je leven geworden. En als het opeens moet stoppen. Kijk, filmpjes kijken is ook wel een dagelijks ding. Ja, maar ik zou dat veel sneller kunnen missen dan filmpjes maken. Maken, ja. Als je een merk mocht kiezen waarmee je wil samenwerken, maakt het niet uit hoe groot. Met welk merk zou je dan willen samenwerken? Bij mij lijkt Nike me echt super vet. Het is een merk waar ik zelf ook echt wel fan van ben. Ik heb er veel schoenen van. Ze brengen soms echt dingen uit waarvan ik denk, oh my god, zo vet. En je kan er hele vette video's van maken. Je kan er echt vette dingen mee doen. En het lijkt me vooral leuk als je dan bijvoorbeeld echt zo dat ze een nieuwe sneaker uitbrengen of zo. Dat jij dan een van de eerste bent die het mag uittesten of zo. Of weet ik veel. Dat lijkt me zo ziek gewoon. Het is een merk die heel veel mensen aanspreekt. Dus je wordt er vet groot van eigenlijk. Ja. Ja, Adidas is daar tegen weer mijn merk gewoon. Ja. Ik hou meer van Adidas dan van Nike. Maar het lijkt me ook tof om bijvoorbeeld gewoon iets met apparatuur. Een merk met goede apparatuur. Van camera tot lichten en dingen. Daar iets mee te doen. Of Apple. Ja, Apple zou ik ook aan het denken. Want dan heb je gewoon al je Apple producten. Misschien is Apple nog wel een betere. Ja. Ja, ik zou Apple doen. Apple lijkt me ook heel vet. Waar vlieg je heen op een vliegend tapijt? Ibiza. Die pizza. Zou ik wel heel tof vinden om gewoon maar naar zoiets te gaan. Of echt op zo'n afgelegen eiland, weet cool, je wel. Cool, ook cool. Ja, dat lijkt me ook wel tof. Ja. Maar ja, moeten we eerst een vliegend tapijt hebben. Ja. Welke video's zou je nooit willen maken? Ik denk video's waar ik andere mensen beledig. Ja, dat ik snap precies op pijn doel, zeg maar. Ik bijvoorbeeld, een voorbeeld is pranks. Ik vind pranks heel erg leuk om te zien, maar als ze te ver gaan, als ze mensen te bang maken of wat dan ook. Ik vind het echt heel naar om te zien, laat staan als ik het zelf zou doen. Dus ik denk iets in die trant. Dus iemand beledigen, pijn doen, bang maken. Ik vind het zelf ook gewoon niet grappig om te zien. Nee, precies. Lievelingsliedje op dit moment? Ik vind Unbreakable Smile van Tori Kelly echt heel leuk. Jij vindt haar echt leuk, hè? Tori Kelly is my girl. Echt van, ja. Ik vind See You Again. Ook vind ik een heel mooi nummer. Ja. Wel lekker cliché, maar het is gewoon een mooi nummer. James Bay, Let It Go. Ja. Ook een goeie. Ik zit een beetje in de zielige nummer. Ja, ik merk het. Maar ik weet niet, ik vind het gewoon mooie nummers. Als je zelf een Oreo smaak mocht bedenken, welke zou je dan doen? Ik dacht meteen aan watermeloen, maar die blijkt zelf te bestaan. Ja, ik denk dat elke smaak eigenlijk wel bestaat. Als watermeloen marshmallow. Bestaat, dat bestaat ook al. Echt? Nou, dat denk ik wel. Mango of zo. Mango vind ik ook wel chill. Ja, marshmallow. Oreo mango. Mango. Hmm. Kijk of dat bestaat. Ja, dat bestaat ook wel. Alles bestaat. Hallo, China is er. True. Echt iets van met gummibeertjes of zo. Oreo gummibeer. Kijk of dat bestaat. Nee. Awesome. Nou, Oreo gummibeer. En Oreo mango. Oh nee, dat bestond al. Ja. Oreo pasvrucht. Passie. Ah, nee. Nou, dan doe ik pasvrucht. En ik gummibeeltjes. Ik weet niet of het lekker is, maar het gaat om een video. Ja. Dit waren enkele vragen die jullie hebben gesteld. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zoals jullie al zagen is dit deel 2. Als jullie deel 1 willen zien, kan dat nog. Kijk hier vooral even in de beschrijving. Of, of klik op kinderhoofd. Dan zie je die video waar we nog enkele andere vragen beantwoorden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot snel weer. Doei doei! Doei.